waar die disco bingo was net met Gijs. En eigenlijk is iedereen weg. Behalve Linda nog met haar drie kinderen. En Linda is alleen hier, alleenstaand moeder met de drie kinderen. En dat is best wel heftig als je alleenstaand moeder bent. Je moet, kijk, hier zijn de kinderen. Wie ben jij? Bjorn. Jill. En? Rowan. En met die drie kinderen gaat ze op vakantie. Helemaal in je eentje. Dat is best lastig, Linda. Nou, dus dat, op zich is het niet zo lastig. Maar als kinderen het met elkaar gezellig hebben, met andere kinderen, dus dat, dan heb je zelf ook lekker vakantie. En hoe is het? Ja, dat is wel lekker. Hoe is het naar bed brengen? Gaat het altijd goed bij jou? Ja, ik heb eigenlijk kinderen die heel goed luisteren. Ik mag echt niet mopperen en ze slapen 's ochtends tot 9:30. Nou, dat wordt dan heel fijn. En, maar het is alleen maar beter. Jij mag zo meteen lekker een wijntje gaan drinken en dan ga ik de kinderen voor jou naar bed brengen. Nou, ja, dus mama lust altijd wel een wijntje, hè? Maar dat is wel. Klaar wakker. Ja, maar je zijn tot 9:30 stil. Ja. Kinderen. Nu moet je vanaf nu moet je naar mij luisteren. Ik ga jullie zo meteen naar bed brengen. En dat gaan we heel streng doen. Jullie gaan in een rij naar bed lopen. En jullie gaan alles doen wat ik zeg. Is het goed? Ja. Tanden poetsen. Ja! En moet ik ook een verhaaltje voorlezen? Ja. Goed, kom, we gaan naar jullie tent. Willen jullie met het karretje? Ja! Oké, top. Oh, gaan we. Ik sta hier op een heel stil hoekje van de camping. Het is natuurlijk hartstikke donker. En dit is een heel leuk stukje. Dit zijn namelijk een stukje waar de alleenstaande ouders staan. Die staan allemaal bij elkaar. Hoi. Hoi. Hallo alleenstaande ouder. Hallo. Hallo alleenstaande ouder. Hallo. Dit zijn we nog maar dames. Hoe is het op het alleenstaande ouder gedeelte? Ja, heel gezellig. Ja? Ja. Vooral meer dan? Ja. Daar staat de vader. Oh, dat zou ik eens net zeggen. Is er ook een leuke alleenstaande man hier? Die was er wel, maar die is vanavond al naar huis gegaan. Oh, verdorie. Waar is hij heen naartoe gegaan dan? Ja, naar huis. Hij, Maar heb je die niet kunnen. Was hij leuk? Hij was aardig. Maar was hij knap? Nou, die vond hem knap. John het Schaap. En vooral de kinderen vonden hem leuk. De kinderen vonden hem leuk. Nou, dat is het. Hey, John het Schaap. Jongens, nu moeten we naar bed. Stoppen met praten nu. Nee hoor. Oh, hoef jij niet naar bed? Goed. Hey, Bjorn, ik ga jullie naar bed brengen. Bjorn, Jill en Rowan, kom deze kant op. Heb je pyjama aan? Top. Ja, doe jij pyjama aan. Ga in bed. Hebben jullie tanden gepoetst allemaal? Ja. Ik moet even verstoppen. Waarom moet je verstoppen? Omdat ik heb nooit een onderbroek aan. Oh. En u ook niet. Dan wil je niet dat ik dat zie natuurlijk. Ja. Nee, ga jij dan maar even hier achter dit tentdoek staan. Zo, dan ga ik maar even voor jou staan. Jongens, heb je al een boekje om voor te lezen? Ja. Welke is het? Pinocchio. Pinocchio. Nou, dan ga ik dat voorlezen. Bjorn, in bed nu. Dan ben ik het zat. Kom, in bed. Ja. Wat zeg je? Gewoon mijn onderbroek. Oh, je moet ook wel allemaal dingen uittrekken. Ja, dat is onhandig. Zal ik alvast beginnen met lezen dan? Ja. Ga jij dan vast wel in bed? Ja. Oké, ga liggen. Onder je kar steken. Mama, dit is... Ik ben bij de tweede bladzijde. Ja, bij de tweede bladzijde zijn we. Waar moet ik beginnen? Je moet bij hoofdstuk 3? Ja. Oké. Nou, als jullie allemaal liggen... Ja, Bart, ze liggen hier allemaal. Dus mijn opdracht is geslaagd en ik ga nu gewoon lekker voorlezen. En dan kijk maar wanneer jij denkt dat het tijd is. Ja. Okay. Nee, begin. Hier verheugt ik me op. Thuis begint Geppetto direct aan de marionet en hij noemt hem Pinocchio. De eerste streken van de marionet. Wat is een marionet, jongens? Dat is een houten man met touwtjes. Oh ja, dat is waar. Ja. NPO Radio 2.